Welkom iedereen bij weer een nieuwe aflevering van Little Mermaid 2. Vandaag volgen we Melody die in een donker ijshok gaat. Ik durf te wedden dat kleine dekentje helpt je totaal niet. Maar oké, maar als jij denkt dat het helpt. Ik ga je niet redden van dat je wanneer je compleet bevroren wordt. Maar oké, ik vind het helemaal goed. Ik geef wel toe, Ursula gaat wel een betere schuilplaats. Want Ursula had zo'n mooie gigantische drakenkop. Ik weet niet, dat is mooier dan. Hier heb je een gat. En succes. En ik geef wel heel eerlijk toe. Ik vind Morgana's design wel mooier dan die van Ursula. Want het ding wat ik heb met Ursula is, ik vind dat weer iets te. Morgana kan je nog het argument geven van, hey, misschien is zij aardig. Misschien is zij vriendelijk. Ik weet, ze is groen. Het lijkt misschien in Disney films, is groen slecht. Don't not care. Maar weet je wat? Als het zo was geweest dat zij een rode haring was geweest. En dat ze eigenlijk gewoon een neutrale partij was. Weet je wat? Prima. Toch even, dus Disney, dus zal nooit gebeuren. Maar ik weet niet. Ik vind Morgana's design gewoon iets mooier dan die voor Ursula. Verder, Melody is nu een stuk zalm. Maakt niet uit wat je zegt, het is geen zeven mensen, het is een zalm. Dus ja. Voor de rest nog iets te vertellen over Morgana. Niet zo heel veel. Om te beginnen, Morgana's voice actress is dezelfde stem voor Ursula. Lijkt heel veel op Cruella de Vil. En ze heeft blijkbaar een skelet, terwijl ze een octopus is. Terwijl een octopus eigenlijk geen skelet heeft. I do not know, maar ze is een fucking zeemermin, dus I do not care. Ze is ook de enige villain in een movie die een familielid, broer, zus is van een andere villain. Tenzij we Nasira meenemen van de Aladdin videogame. Want Nasira, ja, is dan misschien de zus van Jafar. Ander leuk feitje is, Ursula heeft 6 tentakels. Morgana heeft er 8. Daarnaast, ze heeft een rare ability, een beetje wat hetzelfde is als een Heartless Angel. Dat zeewezens naar luisteren. En in The Poor Unfortunate Soul, Tale of the Sea Witch, is een boek geschreven door Serena Valentino. En dat gaat een beetje in op de achtergrond van Ursula. Haar verleden, relatie met King Triton, haar plaats eigenlijk in Atlantica en waarom ze uiteindelijk verbannen werd. En hier is een ding, en dat werd echt niet echt duidelijk in de films. Ursula is de zus van koning Triton, dus technisch gezien is dit gewoon een hele fucked up familie. Dus een beetje raar. Voor de rest, ja, bar weinig over Morgana. Oh ja, Poor Unfortunate Souls kwam uit in juli 26, 2016. Wat maakt dit een beetje raar? Nou, de Little Mermaid 1 kwam uit in, ik wil zeggen 1994? 1989, joh, die zit er fucking naast, I know. Little Mermaid 2 kwam uit in 2000. Oké, we hadden, voor de rest heb ik geen idee van waarom dat opeens uitkwam, maar ja. Background, I don't know. Nou ja, dan hebben we nog de laatste. Dan hebben we Undertow, ofwel Underbait, ofwel, ja, I don't care. Het is gewoon een kleine piranha. Die eigenlijk een tijgerhaai had moeten zijn, maar ja, dankzij koning Triton is hij nu fucking klein. Dus ja. En de enige reden waarom Undertow erin zit, is omdat Gloot, als je nog die haai wist van 2 parts, 3 parts geleden
in de allereerste part. Had je de haai die ons achtervolgde in dat gezonken piratenschip. Dat is Gloot. Een grote witte haai. En ja, ze dachten van, hé, het is een haai, laten we nog een keer een haai doen. Alleen dit keer is de haai gewoon iets... speelt de haai een iets grotere rol. Nou, één karakter, of eigenlijk twee characters, maar fuck it, ze hebben dezelfde rol, dus I do not care. Is Tip en Dash. Ik had het mooier gevonden als het Dine en Dash was geweest. Maar dat was nog een mooie referentie geweest. Maar oké, het is Tip en Dash. Normaliter, als je gaat dineren, dan dineer je en dan ga je dashen. Alleen hun geven de fooi zonder iets te bestellen en gaan dan wegrennen. Ja, een idee voor grappen uithalen, ik weet het niet. Nou ja, Tip is de pinguïn. Dash is de walrus. En hun droom is heel om te zijn nadat zij een beetje... de boel hebben opgeblazen eigenlijk. Want... ja, ze hadden een kleine pinguïn geprobeerd te redden van een haai, maar dat ging niet goed. En met niet goed bedoel ik, het was een fucking drama. Nou, om te beginnen. Tip is gevoiced door Max Casella. Die ook Timon in een paar Broadway productions in The Lion King voiced. Daarnaast zijn er wat vergelijkenissen met Timon en Pumbaa en Tip en Dash. Alleen is het punt, Tip en Dash komt ineens in de buurt van Timon en Pumbaa. Want Timon en Pumbaa is gewoon heel erg leuk. En in de Franse dub was Tip en Dash werden gevoiced door dezelfde persoon. En ja, Dash wordt gevoiced door Steven Furst. En Steven Furst heeft Booster Munch Epper gevoiced in Buzz Lightyear of Star Command. En Young Colonel Huffy in Jungle Cups. Dat valt op zich mee dat hij maar zo weinig stem heeft gedaan. Wat heeft hij nog meer gedaan? Ai, Steven Furst is overleden door middel van diabetes in juni, 16 juni 2017. Oké. Okay. Ja, soms verbaas je nog over dingen. Maar dat vind ik op zich wel het allermooiste aan de Disney films. Met uitzondering van de latere, dus ik wil zeggen na 2010... kijk, een Frozen dagen later. Maar heel veel van de early Disney films zijn op zich nog wel timeless. Kijk, sommige referenties passen misschien niet meer goed. Maar als jij Little Mermaid 2 voor een kind van 6, 7 uitzendt die is opgegroeid met Frozen. Ik durf te ver dat je deze film wel gaat kijken. En dat vind ik op zich wel het mooiste, gewoon dat ze timeless zijn. En niet zoals de huidige Disney films, dat ze echt zo vol bomvol zitten met referenties. Of edits, of kopieën zoals de Matrix, Dodge, of Sloom of wat dan ook. Dat, ja, ze voelen gewoon meer timeless. Je kan ze op ieder moment kijken. Dat vind ik daarentegen wel weer veel beter dan de huidige. Nou ja, eigenlijk hebben we het nog niet gehad over onze hoofdpersonage. Dat is Prinses Melody. Melody wordt gevoiced door... Tara Strong. For fuck's sake, Tara. Ah, Tara, jezus man. Kijk, ik heb niks tegen Tara Strong, maar het is wel zo van... oh jongens... in hoeveel films kom jij voor? Want... en dat vind ik ook nog op zich wel een dingetje. Het feit dat... zij ook... zij voiced Adela. En Andrina in The Little Mermaid. Volgens mij... voiced zij geen Ariel.
Nee, ze voiced wel de zussen van Ariel, maar niet Ariel zelf. Want Ariel zelf werd gevoiced door... La-di-da-di-da. Ja-di-da-di-da. Hoeveel? Jodie Benson. En Jodie Benson heeft ook Vanessa... Ja, dat weet ik nog wel. Ariel en Vanessa is die Ursula... mensenvorm van destijds. Ze voiced ook Lady, maar alleen Lady... Alleen Lady in Lady in the Tramp 2. Oké, wat is de reden waarom Lady 2 voice actress had? Wat was er gebeurd met Barbara Ludi? Aha. Barbara Ludi stierf in 1979. En Lady and the Tramp was in 1905. Kom er nog een keer. Oké, nu voel ik me oud. Nu voel ik me heel oud. Dat die films zo oud zijn. Laat ik even eerlijk zijn. Lady and the Tramp. Ja, het is een mooie oude animatie. Maar als je had gezegd, het is 1970, had je ook nog geloofd. Ik verbaas me altijd hoe oud die films zijn. Echt. Maar ja, dat verklaart waarom. Jodie Benson het later overnam. Maar Lady in Tramp 2 kwam uit in 2001. Ja, toen was Jodie Benson al een periode niet meer. En dan was het. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Later.